Hallo reviewvrienden. Oh, man, wat zit er onder een doosje? Wat heeft ons agmentje opgestuurd? Laten we even kijken en een beetje snel ook. Ah, twee flessen bier. Lekker. Nou, ik was even enthousiast, want het was bier gebrouwen door vrouwen. Dat je dat dan moet zeggen, dat dat dan je merk is, gebrouwen door vrouwen. Ik ben in ieder geval blij dat de mannen niet op alles wat ze maken zegt, dit is gemaakt door een kerel. Want dat zou een beetje gaan irriteren, niet? Dat verdomme werkelijk overal op, dit is gemaakt door een man, dit is gemaakt door een man. En dan zou het waarschijnlijk seksisme zijn en dit is dan leuk. Even eroverheen stappen, gebrouwen door vrouwen, bloesemblond. En kijk, die hebben dan een bloesemboompje, nou hartstikke leuk. Oh, het gebrouwen door vrouwen boek is ook nog uit, staat er bovenop. Nou, ik heb al een boek, dus die hoef ik dan niet te lezen. Kijk in hier, gembergoud, ook door gebrouwen door vrouwen. En met twee enorme pistolen door een vrouw vastgehouden, want ze heeft haar nagellak. Tenminste, dat denk ik dan, want tegenwoordig beledig ik waarschijnlijk mannen met nagellak. Het wordt steeds mannelijk, ik kan het niet meer bijhouden. Maar goed, laten we daar maar even niks over zeggen. Want dit is gewoon een reviewkanaal en al dat soort praatjes bewaar ik wel voor iets anders. Ja? Mooi! Zoals jullie weten heb ik niks met speciaal biertjes. Dat vind ik namelijk getrut. Ik vind namelijk of je drinkt wijn of je drinkt bier. En speciaal biertjes vind ik daartussen vallen. En daar hou ik niet van. Maar goed, wie ben ik? Laten we gewoon eventjes die flessen open gaan rukken. En even kijken wat die meiden ervan gebakken hebben. Nou, ruikt hartstikke leuk. Even kijken, hopsie. Nou, het lijkt net bier. Nou, dat is toch al een begin, zou ik zeggen. Hoe heet het ook weer? Gembergoud. Nou ja, ruikt wel een gember. Nou, dus dat doen ze ook hartstikke leuk, die meiden. Dat ze op het etiket zetten wat uiteindelijk ook in het flesje zit. Ja, je moet ze de kosten geven die dat niet doen. Hè? Het is een beetje een blond biertje waar je doorheen kan kiekeloeren. En deze is een beetje wazig. Vandaar waarschijnlijk gembergoud. Laten we daarmee beginnen. Het ruikt naar gember. Het is bier. God alle Jezus, die smaakt wel heel erg naar gember, zeg. Nu ben ik niet iemand die je gember vies vindt. Liever gezegd, ik kook ook veel met gember. Alleen het punt is van gember, het is een overheersende smaak. Maar als je het puur gebruikt, is het niet alleen overheersend, maar is het ook heet. Pittig. En wat hebben we hier nou te pakken? We hebben hier een pittig biertje. Dat gembergoud met die guns erop. Hè, van die gebrouwen door vrouwen. Die doet gewoon pijn aan mijn keeltje. En dit is nou precies wat ik dus tegen speciale biertjes heb. Hartstikke leuk. Eén slok. Denk nou. Oh, brandt een beetje in mijn keel. Smaakt de gember. En nu? Maar om nou een half kratje hiervan op te slobberen. Dat wordt niks. Dat is onmogelijk. Tegen die tijd wandelt zo je slokdarm de tent uit en zegt jullie paraplu met je gembergoud. Tot een oude snel op. Gebrouwen door vrouwen, bloesemblond, hartstikke leuk. Bloesemblond is een blond bier met vlierboezem. Deze zorgt voor een bloemig aroma. Het perfecte bier om de bloemetjes mee buiten te zetten. Nou, humor is ook niet echt het sterkste punt van vrouwen. Gembergoud is een lichte pale ale met een pittige gembertwist. En het is zonder twijfel een uitgesproken bier met een sprankelende frisse afdruk en een gouden randje. Oké, nou, bloesemblond, daar ga je. Ja, dat er geen schuim erop zit, dat komt door mij botervette glazen net erin gemieten. Dat ligt niet aan die meiden, oké? Nou, Deze is best gezellig. Deze is inderdaad meer een bierbier. Dit is meer een heftige situatie in een glas. En hier heb je inderdaad wel ergens ver aan de horizon de smaak van vlier aan het einde van je slokkie. En niet dat je aan het begin denkt van... Deze pils heeft een andere afdronk.
En deze afdronk van deze bloesem blond is helemaal niet vies. Nou, dit is gewoon een goed biertje hoor. Gebrouwen door vrouwen vind je bij de slijterij, maar kun je ook gewoon bij de supermarkt kopen. Dus het is niet dat het ongelooflijk moeilijk is om aan te komen. Je loopt naar de Appie, je hebt er een of twee. Bloesem blond. Is gewoon lekker, kan je gewoon een paar van drinken. Goeie smaakje. Niks mee aan de hand. Gewoon gezellig en een goed gelukt biertje. Mm. Voor de gember goud moet je toch echt lekker stevig in je tuinbroek zitten. Want het is een beetje voor mij een beetje te heftig hoor. Het is inderdaad een pittig biertje. Mm. Maar ik zeg altijd zo, als ik iets pittigs wil, pak ik wel een potje sambal. Dan neem ik toch geen bier voor. Dat ik denk, helemaal geen biermoment. Dat je een slok neemt, dat je denkt, god voor u, mijn strot zit in de fik. Ik snap hem niet. Enfin, tijd voor de cijfertjes. Jullie begrijpen dat die pittige gembergoud gebrouwen door vrouwenbier voor mij niet echt heel erg lekker valt. Ik geef er een 5 voor. Die meiden zullen er ontzettend hun best om hebben gedaan. Het zal door echt een aantal mensen lekker gevonden worden. Maar als ik bier drink, dan wil ik verdomme niet mijn bakken verbranden. Krijgen we nou zeg. Wat me wel positief heeft verrast, is de bloesemblond. Gebrouwen door vrouwen met een twist van vlierbest bloesam. En, nou, ik durf jullie best te zeggen dat ik hier ook wel eens een biertje drink in de reviews. En dan heb ik een paar slokken en dan denk ik, die mieter ik even weg. Maar dit glas gaat gewoon lekker leeg hoor. Deze bloesem blond, die krijgt van mij gewoon een 7, want dat is een goed biertje. Dus als ik een keer een ander biertje wil drinken dan gewoon pils en je denkt, wat zou onze Jan nou aanbevelen? Dan denk ik toch wel dat ik deze ook wel aanbeveel. Want dit is toch echt een lekker biertje hoor. Nou, dames, op jullie. Gebrouwde vrouwen, leuk man. Heerlijk. Het is niet eens zuur. En dat door een vrouw. Kan niet laten.